Bij Accountable krijgen we elke dag ontelbaar veel vragen van zelfstandigen over hun belastingen, maar ook over hoe het is om zelfstandige te zijn in België. De meeste mensen worden zelfstandigen omdat ze hun werk heel erg graag doen, maar ook omdat ze graag meer controle willen hebben over hun carrière en over hun werkuren. Maar als zelfstandige heb je ook heel erg veel onzekerheden. Vaak werk je lange uren, heb je een onzeker inkomen of heb je heel erg veel eisende klanten. Hoewel veel zelfstandigen hun werk graag doen, zijn burn-out en onzekerheden en gevoelens van eenzaamheid niet ongekend bij zelfstandigen. Om een gelukkig leven te leiden als zelfstandige, moet je je eigen gezondheid, zowel mentaal als fysiek, op de eerste plek zetten. Want onthoud, jij bent de brandstof van je eigen bedrijf. Hier zijn een aantal tips om jouw leven als zelfstandige zo aangenaam mogelijk te maken. Allereerst, plan je werkdagen goed in. Als zelfstandige kan de grens tussen je privéleven en je werkleven soms wazig zijn. Daarom is het ontzettend belangrijk om je pauzes en je vakanties goed in te plannen. Dat is de enige manier waarop je echt kunt genieten van je vrije tijd. Volgende, vul nooit iets in voor je klanten. Het is gemakkelijk om gestrest te raken wanneer de communicatie tussen jou en je klant niet zo soepel verloopt. Soms reageert een klant niet zo snel of is hij niet zo positief als je had verwacht. Toch is het heel belangrijk om niet voor hen in te vullen wat ze van je denken. Het is gemakkelijk om pessimistisch of negatief te zijn over je eigen werk. Maar vaak is dat nergens voor nodig en is het vooral een verspilling van je tijd om je daar zorgen over te maken. Maak goede afspraken en bescherm je grenzen. Soms kunnen klanten het gevoel hebben dat je altijd beschikbaar bent omdat je flexibele uren werkt. Maar of het nu aankomt op je werkuren, je deadlines of je overeenkomsten, zorg ervoor dat je goede afspraken maakt en dat je je grenzen altijd goed bewaakt. Zo zorg je ervoor dat je klant nooit misbruik van je maakt. Wees realistisch. Je kunt jezelf niet altijd 200% geven. Onderschat nooit hoeveel tijd het kost om iets gedaan te krijgen en straf jezelf niet af wanneer iets langer duurt dan je dacht. Goed werk kost nu eenmaal tijd en het is altijd beter om iets minder te beloven en iets meer te geven dan andersom. Volgende. Zorg ervoor dat je een financiële buffer hebt. Niet weten wanneer de volgende factuur komt is een grote bron van stress voor veel zelfstandigen. Door altijd een beetje geld aan de kant te hebben staan, zorg je ervoor dat je jezelf niet onder druk zet en geen foute beslissingen neemt. Ga de strijd niet alleen aan. Er zijn meer dan genoeg zelfstandigen die in hetzelfde schuitje zitten. Zorg ervoor dat je connecties legt en dat je met hen praat over wat jou bezighoudt als zelfstandige. Je zult waarschijnlijk zien dat zij met precies dezelfde problemen kampen en daardoor voel je je waarschijnlijk een stuk minder alleen. En tenslotte, geef jezelf eens een bonus. Probeer niet om jezelf af en toe te belonen voor je harde werk. Geef jezelf eens een schouderklopje, koop eens een cadeautje voor jezelf. Je verdient het. Heel veel succes en tot snel.